Klanten van Jumbo Ude kunnen vanaf woensdag gebruik maken van de zelfscankassa's bij de vestigingen aan de Drossaard en het Muziekplein. We zijn de enige winkel in de regio samen met mijn collega Muziekplein. Hè, want Jumbo is, zijn één concern in Ude. En dus Jumbo Muziekplein en Jumbo Drossaard hebben vanaf vandaag woensdag de zelfscan. Ik ben niet het proefkonijn. We hebben het al in meerdere Jumbo's, gelukkig zou ik bijna zeggen. Al bijna 2 jaar. Het loopt op diverse plekken in Nederland loopt de zelfscan al. Zodat alle kinderziektes hier in ieder geval niet meer boven water komen. Mensen willen toch steeds sneller hun boodschappen doen. Niet meer lang wachten bij de kassa. Willen alles zelf in de hand hebben. Willen graag kijken wat ze kopen. En met name hoeveel. Je kunt op apparaat zien hoeveel je boodschappen hebt gekocht. Heb je eigenlijk de kassabon continu in je hand. Dus eigenlijk gemak niet de mens. Heel simpel, staat er duidelijk op, druk op start. We drukken op start, we wachten of we prijs hebben. Wah, hij ligt op, we hebben prijs, we mogen hem meenemen, Bart. En we gaan gewoon lekker shoppen. Tomatensoep 1,14 euro, totaal 1,14 euro. Bart, lust jij ananas? Nee, niet zo graag. Nou, weet je wat we dan doen, Bart? Dan halen we er gewoon piep er vanaf. Oh, dat kan ook. Dus, terug. Mooi, hè? Ja. Lekker geitenkaasje voor vanavond, Bart, voor op toosje. Hoppelijk hé. We nemen niet al te veel, want ik heb maar 4,50 euro bij me. En ik zit op 4,13 euro. Dus we gaan naar de kassa. Goedemorgen. Heeft u alles kunnen scannen? Ja, we gingen prima. Heeft u alles kunnen scannen? Of wordt het mee? De koopgevers bij elkaar 4,55. Kijk eens, 5 euro. Dank u wel. 10,75 euro. En voor u nog 45 cent. Ja, dank u wel. Dan de koopstegels nog, meneer. Ja, dank u wel. Wilt u de kassabon? Kassabonnetje voor mevrouw thuis, hè? Ja. Controleert alles, Bart. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Dank u.